staan hier in de Matenesselaan in Rotterdam. Het gebouw achter ons is het voormalige instituut Schroefers. En het was ook de huisvesting van Radio Rijnmond, zoals aan de gevel heel goed te zien hier. Het gebouw heeft na lange leegstand de bestemming van een boutique hotel gekregen. We hebben voor de herbestemming van het instituut Schroefers hebben we de basisstructuur van het gebouw aangepakt en de voormalige klaslokalen en de woningen omgetoverd naar hotelkamers. Op de begane grond in de voormalige kantoorwinkel en administratie vinden we nu een restaurant aan de rechterkant en aan de linkerkant de bar waar je cocktails kunt drinken. De gevels die waren in een heel slechte staat, maar dat waren de oorspronkelijke stalen stoelprofieltjes. Voor de nieuwe functie van de hotelkamers aan deze drukke weg en ook voor de comfort zijn er geïsoleerde staalprofielen toegepast. De grote uitdaging bij de gevelrenovatie lag erin om gewoon aan de hedendaagse comforteisen en geluidseisen te voldoen en tegelijk gewoon de oude slankheid van de profielen terug te krijgen en ook de detaillering. We zijn heel blij met het resultaat en zijn ook trots van hoe het daar nu weer bij staat en dat het eindelijk weer in gebruik is en een goede functie heeft gekregen.